Mout van Zandvoort het eerstel heeft al twee keer huidkanker gehad. Beide melanomen zijn succesvol verwijderd. Sindsdien test ze met de Skin Vision app regelmatig de moedervlekken van haar hele gezin. Dus dan heb ik hier de app. Kijk, dan wordt die blauw. En dan zeg ik, dit is de moedervlek. Ja. En dan zeg ik analyseren. En nou geeft hij laag risico. Wat betekent dat? Nou, dat het een gewone uh, moedervlek is. Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven was het eerste ziekenhuis dat de app omarmde. Uit onderzoek van dit ziekenhuis bleek dat de app bijna net zo goed huidkanker kan opsporen als een arts. Inmiddels wordt Skin Vision wereldwijd door honderdduizenden mensen gebruikt. Toch staan de meeste dermatologen nog niet te juichen. Het is een heel mooi initiatief, maar het heeft absolute beperkingen. En je ziet ook bij de introductie daarvan dat er eigenlijk heel veel mensen zich uh, ongerust maakten. Eigenlijk voor niks, omdat als het ware de code rood wordt afgegeven bij de app, terwijl er eigenlijk helemaal niets aan de hand is. Dus het, het, het oog van de dermatoloog en met name ook het voelen kan de app nog niet vervangen. Maar volgens de bedenkers van de app is dat ook helemaal niet de bedoeling. Wij proberen mensen bewuster te maken, um, vroeger uh, duidelijk te maken welke moedervlekken ze in de gaten moeten houden, zodat op het moment dat er iets verandert, dat ze eerder naar de dokter gaan in plaats van later naar de dokter gaan. De mogelijkheid om zelf moedervlekken te onderzoeken geeft van Zandvoort in elk geval een veilig gevoel. De moedervlek die een melanoom bleek te zijn, die heb ik zelf, daarna kon ik die met de app fotograferen. Want eigenlijk is het een soort foto. En toen kon ik hem zelf wel zien, want hij zat op een plek waar ik hem niet kon zien. En toen dacht ik: Oh, zo ziet dus een melanoom eruit. En dat wist ik niet.